een bizarre dag, zo noemde de directeur van de scholenkoepel deze eerste schooldag na de vakantie. Want aan de ene kant was er opluchting en blijdschap bij leerlingen dat ze hun vriendjes weer konden zien na een lange schoolvakantie. Maar wat toch vooral overheerste was het verdriet van het verlies van twee kindjes die hier op school zaten. Er waren leerlingen die met hangende kopjes naar binnen kwamen. Nou, het is zo dat er vandaag een speciaal team van de GGD op school aanwezig is om te kijken of er leerlingen zijn die extra hulp nodig hebben. Het is wel zo dat alle klassen vandaag weer gewoon naar school gaan. Ook de burgemeester kwam vandaag naar de basisschool. Hij was onder de indruk. Ze hebben ook allemaal mooie tekeningen gemaakt, een herdenkplekje ingericht met een kaarsje. En zo uiten de leerlingen zich onderling naar elkaar toe. En dat is, zover het kan, is dat heel netjes en respectvol gegaan. De bloemenzee uit Gastel groeit nog altijd. Bij het ongeluk vrijdagavond kwamen totaal 4 mensen om het leven. Ook bij voetbalvereniging Devo zijn ze in diepe rouw na het verlies van hun jeugdleden. Het waren echt enthousiaste kinderen die echt van voetbal hielden. En ja, ze waren altijd dag en nacht met voetbal bezig. Als je ze zag op woensdag trainen, op zaterdag, ja, waren zo enthousiast met voetbal bezig. En zonde, ja. Afgelopen vrijdag hield de club al een minuut stilte. Komende zaterdag komen alle jeugdleden bij elkaar met ballonnen en iedereen is welkom. Ja, dat er zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn om de familie een steuntje in de rug te geven. En het zal best emotioneel zijn, verwacht ik.